Hallo lieve kinderen, wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Daan en vandaag gaan we samen koken. Ik heb er super veel zin in, jullie ook? We gaan vandaag lekker koekjes maken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst even onze handen wassen. Want dat is heel belangrijk als je gaat koken. Wat hebben we daarvoor nodig? Bloem. Suiker en boter. Stoppen alle ingrediënten samen in de kom. En dat gaan we lekker met onze handen doorkneden. Zo, we hebben er een mooie bol van gemaakt. Is het bij jullie ook gelukt? Heel goed. Koekjes die zijn natuurlijk het allerleukste als ze in vormpjes zijn. Maar als je geen vormpjes thuis hebt, kun je natuurlijk ook gewoon iets gebruiken wat je in de kast hebt staan. Bijvoorbeeld een glas. Kun je mooie rondjes mee maken. En als je dan een vork gebruikt, kun je hele leuke figuurtjes erin maken. Het allerbeste om te doen, is om een klein beetje bloem op het aardigblad te leggen. Zo blijft de koekjes niet aan het aardig plakken en kun je ze gemakkelijk op de bakplaat leggen. Het deeg moet ongeveer zo dik worden als je wijsvinger. Je kan hier natuurlijk ook een deegroller voor gebruiken, maar je mag natuurlijk ook gewoon lekker je handen gebruiken en er lekker op slaan. Maak maar lekker veel lawaai. Pak een paar vormpjes erbij, of bijvoorbeeld het glas, en steek de vormpjes uit. Ik heb hier een mooie boot of een auto en pak met een spatel het koekje eraf. En steek vervolgens alle andere vormpjes uit van het deeg wat je nog over hebt. Zorg dat je de koekjes goed in de hoek van de bakplaat legt, want anders gaat het bakpapier wapperen in de oven en dan vouw je je koekjes dubbel. En dat willen we natuurlijk niet. Zo, en het laatste vormpje. Leg hem goed in de hoeken en druk ze nog een beetje aan. Check of alles goed is. Dan gaan ze nu lekker de oven in, want ze moeten natuurlijk wel gebakken worden. De oven verwarmen we voor op 180 graden. Oh, kijk nou eens. Ze zijn super lekker geworden. En ze ruiken ook zo lekker. Oh, ik kan er bijna niet verwachten om er eentje te proeven. Oh, ik mag natuurlijk helemaal niet eten en praten met een volle mond. Is het gelukt, jongens en meisjes? Was het moeilijk of toch een beetje makkelijk? Maakt niks uit. We hebben heel veel leuke andere dingen. Tot de volgende keer. Leuk dat jullie hebben gekeken. Is het allemaal gelukt? Hey, tot de volgende keer.